Wat hebben SpaceX en Spotify met elkaar in gemeen? Wat maakt deze organisatie zo innovatief en vernieuwend zijn en ver vooruitlopen op hun concurrentie? Dat is omdat ze allebei organisaties zijn waar fouten maken niet alleen mag, maar bijna zelfs verplicht is. Bij SpaceX, toen enkele weken geleden een van hun raketten bij de landing enkele minuten later ontplofte, hebben ze met elkaar vooral geconcludeerd, hey, dit was het waard. We hebben hier zo ontzettend veel van geleerd van deze fout, dat we volgende keer het nog een stukje beter kunnen doen. Ik ben Jan-Pieter en ik ben al 8 jaar als Agile Coach, trainer, Scrum Master en Product Owner actief in een breed palet van organisaties. Van start-ups in de Bitcoin-wereld tot aan ziekenhuizen. Ik wil vandaag met jullie gaan kijken hoe we als Product Owner onze psychologische veiligheid in de teams kunnen verhogen en inzetten om uiteindelijk deze teams effectiever, innovatiever en transparanter te krijgen. Dit alles om als Product Owner die waarde te kunnen verhogen. Vaak wordt er gedacht dat als onze teams maar gewoon hard werken, efficiënt met elkaar aan de slag gaan en veel productie draaien, dat het wel goed zit. Maar toch zie je dat we als product owner vaak veel pijn ervaren bij onze teams. Veel bugs, steeds diepere, complexe technische schuld. Als er iets misgaat, wijzen naar anderen. Complexe, niet lekker lopende planning, gebrek aan innovatie en misschien nog wel het meest funeste, gebrek aan initiatief. Waar komt deze pijn nou vandaan? Hoe komt dit nou? Niemand wil in zijn teams gezien worden als onwetend, onbekwaam, opdringerig of negatief. Daarom zit ik te kijken naar een onderzoek van Amy Edmondson en hoe dit uiteindelijk voor onze product owners ingezet kan worden. Wat zien we met deze 4 elementen nou gebeuren? Wat voor gedrag zien we in onze teams plaatsvinden? Vanuit de angst om onwetend over te komen, zie je vaak dat teamleden geen vragen durven te stellen. Want stel je voor dat iemand denkt dat jij niet weet waar het over gaat. De angst voor onbekwaam over te komen heeft als resultaat dat we fouten niet toe durven te geven. En dan is het grote probleem daarvan dat we misschien wel problemen onder de radar houden, niet bespreken, niet oplossen. De angst om opdringerig over te komen heeft toch vaak als resultaat dat we niet met ideeën komen. Dat we misschien wel een veel beter plan hebben voor waar we naartoe moeten. Een veel betere oplossing voor het doel wat we hebben. We komen er gewoon niet mee. En tot slot, de angst om negatief te zijn, dan gaan we niet zo snel roepen wat we wel of niet goed vinden. We challengen de status quo niet. We denken, het is altijd zo geweest. Het wordt zo bepaald door onze product owner. Laat het maar zijn. Maar wat betekent dit nou voor jou als product owner? Wanneer er bijna geen vragen gesteld worden in je backlog refinements, in je sessies, in de sprints, dan zien we vooral veel gebeuren dat er een gebrek aan inzicht en eigenaarschap plaatsvindt. We bouwen maar gewoon wat ons opgedragen wordt. Ik doe mijn taakje maar. Fouten niet toegeven, ik denk dat we er allemaal in meer of mindere mate in onze teams tegenaan zijn gelopen, is dat we veel onzichtbare problemen op ons pad krijgen. Technische schuld die dieper en dieper wordt, waardoor we minder effectief die waarde kunnen creëren. Het gebrek aan creativiteit, ideeën brengen. We komen met eenzijdige oplossingen. We voeren, zoals ik net ook al zei, gewoon onze taak uit. We doen wat ons opgedragen wordt. Weinig creativiteit, waardoor we niet het ultieme, beste, mooie product kunnen krijgen. Het gebrek aan het challengen van die status quo heeft toch vaak als resultaat dat het team gewoon volgend is. Ze doen wat ze opgedragen worden. Het komt erop neer dat jij als product owner in je eentje die kar moet trekken. En dat alles wat er ontwikkeld wordt alleen maar vanuit jouw koker en jouw blikveld komt. En waarom doen we dit dan niet? Nou, simpelweg omdat we het niet durven. Een stukje zelfbescherming. En het probleem daarmee is dat we onszelf, ons team, het product, de organisatie eigenlijk beroven van de kans om te leren, te verbeteren en die volgende stap te zetten in die maximale waardecreatie. Wat wil ik je als product owners meegeven? Wat voor tips kan ik meegeven vanuit dit verhaal? Zorg dat je een cultuur met elkaar creëert waarin het om het leren gaat. Werk om te leren. Het gaat niet om de productie draaien. Het gaat erom wat kunnen we met elkaar leren. Omarm de onzekerheid en de afhankelijkheden die er nu eenmaal zijn bij complexe creatieve productcreatie. Vier je fouten en leer ervan. Doe bijvoorbeeld als Spotify een failure of the month. En misschien de allerbelangrijkste die ik je mee kan geven, go first. Zoals in elke grote complexe verandering is iemand moet de eerste stap nemen. En waarom jij niet als product owner? De tweede tip die ik je mee wil geven is betrek je team. Betrek ze vroegtijdig. Geef aan dat jij het ook niet weet en dat jij hun hulp nodig hebt.
Bijvoorbeeld door middel van roadmapping. Kijk een stukje verder vooruit naar de stip in de horizon. Kijk misschien zelfs voor de komende 6 maanden wat er globaal aankomt. Zodat je daarnaast in je backlog refinement de detail requirements en de details kunt gaan bespreken. De derde tip. Wees nieuwsgierig. Stel veel vragen. Laat de interactie stromen. Praktisch betekent dit. Bereid je refinements niet te ver voor. Ga niet te veel met die requirements aan de slag vooraf. Zorg dat je het met elkaar doet, het gesprek aangaat. Zorg ervoor dat je uitnodiging geeft tot een conversatie. In deze innovatieve wereld zal de onzekerheid en die afhankelijkheden zeker niet meer gaan verdwijnen. Dus, laten we een omgeving en een cultuur creëren waarin het oké is. Nee, ik zou sterker zeggen, waarin het gestimuleerd en verwacht wordt dat er vragen gesteld worden. Dat we met elkaar uitgebreid de details bespreken en challengen. Waarin we fouten kunnen, mogen en misschien wel moeten maken. Maar vooral om daarvan te leren. Ideeën op tafel te leggen om een nog beter product te maken. Nog meer value te creëren. En waarin we elke dag flink hard in die status quo aan kunnen schoppen.